En het lijkt me heel erg leuk om aan jullie te laten zien wat ik allemaal heb gekocht in Amerika. Dus ik heb 5 slipjes gekocht. Ik vind dat zo'n naar woord. Het Morphe X James Charles palet. Ik kon niet kiezen, dus ik heb er 2 genomen. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte, ik ben net terug uit Amerika en het lijkt me heel erg leuk om aan jullie te laten zien wat ik allemaal heb gekocht in Amerika. Het land waar je zo goed kunt shoppen, volgens velen. Het was mijn eerste keer in Amerika. Ik ben in Los Angeles geweest. 10 dagen lang was ik daar op vakantie. Voordat ik ga beginnen aan de shoplog, zou ik jullie willen vragen om deze video een duimpje omhoog te geven en om je te abonneren op mijn YouTube kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Zo blijf je namelijk altijd op de hoogte van alle nieuwe video's. En je zou mij er heel erg blij mee maken. Nou, laten we dan nu maar beginnen met de shoplog. Ik heb niet zoveel kleding gekocht. Ik vond de kleding eigenlijk heel erg een beetje hetzelfde als in Nederland. Ik dacht dat er meer verschil tussen zou zitten. Want ik vind bijvoorbeeld als je gaat winkelen in Duitsland is het echt heel anders dan in Nederland. En in Frankrijk bijvoorbeeld ook. Dus ik dacht, nou ja, dan zal het in Amerika wel nog een groter verschil zijn. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee of juist tegen. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar ja, het was wel vergelijkbaar in ieder geval. Ik heb veel crop tops gezien. Veel oversized dingen ook heel erg. Ik heb veel playsuits gezien. Veel leuke rokjes voor in de zomer. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er hier in de winkels hangt. Dus wat dat betreft had ik niet het gevoel dat ik in een heel ander werelddeel was. Maar ik ben natuurlijk wel bij een aantal winkels geweest die je hier in Nederland niet hebt. Dus dat vond ik wel heel erg tof. Dus ik zal jullie eerst even de kleding laten zien die ik heb gekocht. Allereerst dit superleuke topje van American Eagle. Dat is een hele leuke winkel. Het was een van mijn persoonlijke favorieten. Ik vind deze echt heel erg leuk, dit topje. Het is een wat korter topje, maar hij komt wel tot op de navel. Dus het is niet dat je echt een heel groot stuk blote buik hebt als je deze draagt. Zeker niet als je een high-waisted rokje of broekje draagt. Hij is echt super, super zomers. Ik vind de kleurtjes heel erg leuk. Het stofje vind ik ook heel leuk zomers. Het is namelijk een beetje een ripstofje. Echt zo'n ouderwets 90s stofje vind ik het. En ik vind het knoopje onderaan ook heel erg schattig. En de knoopjes die erop lopen ook. Lekker zomers ook vanwege de spaghetti bandjes. En ja, hier was ik echt meteen heel erg blij mee toen ik deze aantrok. Ook heb ik bij American Eagle deze top gekocht. Dit is ook een crop top. Maar ook deze is niet zo verschrikkelijk kort dat je echt een heel stuk blote buik ziet. Het is wel acceptabel. Ik vind het kleurtje vooral ook heel erg mooi. Een beetje een roestkleurtje. En ik vind het leuk dat de streepjes niet gewoon wit zijn. Maar dat er wit, lichtblauw en donkerblauw in zit. Ook deze heeft een beetje een ribbelstofje. En ik vind het super super cute dat de mouwtjes zo'n... ja, ik weet nooit zo goed hoe je dat noemt. Maar dat... gerafelde, nee niet gerafeld, hoe noem je dat nou? Nou ja, jullie zien wel wat ik bedoel. Ik weet even niet hoe het heet. Dus ja, dat is deze. Gewoon een leuke top. En dit is denk ik wel mijn favoriete kleding aankoop. Deze heb ik gekocht bij de Hollister. Dat staat er ook luid en duidelijk op. Maar het ging mij vooral om het stukje dat er Los Angeles op staat. En ik vind hem gewoon heel erg leuk vormgegeven. Een beetje die vintage look. Als je kijkt naar die letters, die zijn ook een beetje gebroken. En ook een beetje qua kleur natuurlijk is die een beetje vaal. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dit is een beetje een oversized crop top. Hij zit wat wijder, wat losser om me heen. En het is echt een heel fijn, zacht t-shirt stofje. Dus ook het stofje vind ik heel erg prettig. Hij is niet super, super dun, zeg maar. En het laatste item als het gaat om kleding. Ik ben ook bij Victoria's Secret geweest. Daar was ik ook nog nooit geweest. Wel in kleinere winkeltjes die we in Amsterdam hebben bijvoorbeeld. Maar daar heb je niet echt kleding, maar meer de beauty accessoire-achtige dingetjes. Dus dit was de eerste keer voor mij dat ik echt de kleding uitgebreid kon bekijken. Ik moet zeggen, het viel me een beetje tegen. Ik vond alles best wel heel erg kinderlijk als ik eerlijk ben. En ja, ik heb daar dus verder niet iets gekocht als in een trui of een vest of een broek. Maar wat ik wel heb gekocht uiteindelijk is ondergoed. Want daar staat Victoria's Secret natuurlijk vooral onbekend. Ze hadden een hele leuke aanbieding. 5 stuks voor $28. Dus ik heb 5 slipjes gekocht. Ik vind dat zo'n naar woord. Maar goed. Deze is heel erg basic. Gewoon een witte string. En wat ik er heel erg leuk aan vind is dat er hier met lichtroze letters Victoria's Secret op staat. Diezelfde heb ik ook in het roze gekocht. Precies hetzelfde model. Ook weer met lichtroze lettertjes Victoria's Secret erin. En dan kocht ik ook nog deze. Die is ietsje anders. Deze heeft een net wat ander stofje. En die heeft een wat bredere band. En ik vind die band heel erg leuk. Want die heeft een beetje een bordeauxrood kleurtje. En dan zo'n glitterrandje er nog op. Deze kocht ik omdat dit me heel erg handig leek voor als ik bijvoorbeeld een
een fotoshoot hebt. Want heel vaak als je dan een fotoshoot hebt, dan zeggen ze van ja, doe huidkleurig naadloos ondergoed aan. Maar ik heb geen huidkleurig naadloos ondergoed. Dus toen zag ik deze en toen dacht ik, oh, dat is echt ideaal voor op zulke shootdagen. Dus ja, deze is echt super, super basic. Maar ik weet dat het ondergoed van Victoria's Secret heel erg goed is, kwalitatief, en dat het lang meegaat. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dat is juist mooi dan om dat één van de vijf te laten zijn. En de laatste die ik heb gekocht vond ik ook wel heel erg grappig. En dat is deze. Dit is dan meer een echt onderbroekachtig model. Maar ik vond deze wel heel erg cute. Hij is dus ook weer licht roze. En er staat dus heel veel keer Victoria's Secret op. Met rosé goud en hartjes en zo. Dus die heb ik ook nog gekocht. Dat was het ondergoed. Weten jullie ook weer welk ondergoed ik ga dragen de komende tijd? En dan gaan we nu over tot het grootste gedeelte van deze shoplog, namelijk het beauty gedeelte. In Amerika heb je natuurlijk een paar winkels die je hier in Nederland niet hebt. En dus ook merken die je hier in Nederland niet zo makkelijk kunt verkrijgen. Tegenwoordig kun je best wel veel online kopen. Maar toch is het, vind ik, altijd leuker om make-up gewoon in het echt te kopen. Oh, ik heb nog een kledingstuk. Ja, die is eigenlijk, ja, nou ja. Het is wel kleding, maar ik ga deze niet gewoon dragen. Maar dit is een pyjama shirt dat ik voor mezelf heb gekocht bij Target. En dat is dus deze van Dragon Ball Z. Ik ben heel erg fan van Dragon Ball Z. Nou ja, tegenwoordig kijk ik het niet meer omdat er niks nieuws meer van wordt gemaakt. Maar vroeger was ik echt diehard fan en keek ik echt elke dag. Kijk, zo is de print. Mochten jullie ook Dragon Ball Z hebben gekeken vroeger, wie was jouw favoriet? Ben ik wel benieuwd naar. Mijne was Piccolo. Dus oké, nu gaan we echt beginnen aan het beauty gedeelte. Ik ging naar de Morphe winkel. Daar was ik al helemaal enthousiast over. Eindelijk een keertje de producten van Morphe in het echt kunnen bewonderen. En daar heb ik gekocht. En dit was eigenlijk het enige waarvan ik wat een cliffhangers maak ik ervan. Hè? Elke keer ga ik het laten zien en dan wil ik toch nog even snel wat zeggen. Maar dit was eigenlijk het enige waarvan ik van tevoren dacht van, oh, als ik dat zie, dan ga ik het sowieso kopen. Dus dit stond eigenlijk als enige een beetje op mijn wishlist. En gelukkig hadden ze het. Het is namelijk, ik ga hem nu echt laten zien, het Morphe X James Charles Palette. Oh, ja, I love dit gewoon. Ik wilde deze zo graag. Ik heb dit palet deels gekocht om hem gewoon te steunen. Ook al heeft hij dat niet nodig, want volgens mij is hij echt multimiljonair op dit moment. Maar goed, zo ziet het palet eruit. Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik hem uitpak trouwens. Dus ik ben benieuwd of die nog heel is. Hier zitten echt bijna alle kleuren in die je nodig hebt als het gaat om make-up. En ik vind het ook heel erg leuk om wat minder draagbare looks te maken. En daar is dit palet echt ideaal voor. Zo ziet hij eruit. Ik vind het echt heel erg leuk dat hij ze allemaal zelf een naam heeft gegeven. De namen staan allemaal hier op dit papiertje. Wat ik vooral heel erg leuk vind aan dit palet is dat echt elke kleur uniek is. En in de zin van dat er niet nog een soort gelijke kleur in het palet zit. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar die blauwtinten hier, ze zijn echt alle vier anders. Ze lijken echt in de verste verte niet op elkaar. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Want heel vaak heb je in die grote paletten dat sommige kleuren eigenlijk een beetje dubbel erin zitten. En dat ze wel heel erg op elkaar lijken. En dat heeft deze dus niet. Dus deze leek me gewoon super super handig om te hebben. En ook gewoon leuk omdat ik James Charles een leuke YouTuber vind. Laat maar weten of jullie het leuk zouden vinden om hier een video van te zien. Trouwens, alle producten die je online kunt kopen zal ik ook linken in de beschrijving mocht je ze ook willen hebben. Het volgende product is lekker budget, want het is van Wet n Wild. En ik vind Wet n Wild echt een heel leuk merk. Vroeger kon je dat ook gewoon in Nederland kopen. Maar tegenwoordig niet. Ja, wel online dus, maar niet zomaar in de winkel. En in Amerika ligt dit gewoon in de drogist. Ik kon niet kiezen, dus ik heb er twee genomen. Dit zijn de Mega Glow Highlighting Powders. Dit is de kleur Precious Petals. En dat is de donkere van de twee. Beetje rosé-achtig. En dan heb ik hier nog de kleur Blossom Glow. En deze is wat meer roze-achtig en dus ietsje lichter dan de andere. Ik heb op YouTube gezien dat deze echt een gigantische glans geven aan je gezicht. Gigantische glans geven aan je gezicht. Dat waren veel G's. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik vind ze er in ieder geval vast heel veelbelovend mooi uitzien. Gaan we door naar het volgende dat ik heb gekocht. En dat is van Kylie Jenner. Ik ben niet heel erg fan van de Kardashians en de Jenners, moet ik zeggen. Maar ik was toch wel heel erg benieuwd toen ik haar make-up collectie zag liggen. Ik heb een lipstick gekocht. Ik vind de verpakking er cute uitzien. Leuk met die kusjes erop. En deze heet August.
Het is wel een hele draagbare tint, maar hij is net wat meer perzikkleurig dan ik normaal gesproken draag. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze me gaat staan, want het is dus een beetje een nude kleurtje, maar dan wat meer perzikachtig. Er komt een hele video over waarin ik al deze make-up producten die ik heb gekocht ga testen. Die komt volgende week online, dus daar kun je je alvast op verheugen. Dan heb ik ook een product gekocht dat ook echt zo'n klassieker is inmiddels, maar wat ik zelf nog nooit had geprobeerd en waar ik dus ook geen mening over kan vormen. Dat is namelijk de Tarte Shape Tape Concealer. Jullie hebben er vast en zeker allemaal al wel eens van gehoord. Is dit mijn eerste product van Tarte? Ik denk het wel trouwens. Well, that's the first. Ja, dit is mijn eerste product van Tarte. Zo ziet de concealer eruit. Ik vind het een hele leuke verpakking. Heel herkenbaar door die paarse dop met gouden details. Ik vond het wel lastig om een kleur te kiezen. Maar uiteindelijk ben ik voor de kleur Fair Neutral gegaan. Ik had ze even geswatcht op mijn hand. En ik dacht, nou, deze die matcht wel redelijk goed. En hij heeft een subtiele gele ondertoon. Dan gaan we door met weer een budgetproduct. En dit is een product van Physicians Formula. En het is de Butter Bronzer. Ook weer zo'n product waar ik heel veel YouTubers over heb horen raven. Maar wat ik gewoon zelf niet echt in handen kon krijgen. Omdat Physicians Formula best wel lastig te krijgen is voor ons Nederlandertjes. Dit schijnt dus echt een van de allerbeste budgetbronzers te zijn die ooit gemaakt is. Dus ja, ik ben er natuurlijk heel erg benieuwd naar. Ik vind de verpakking heel erg leuk. Lekker tropisch met van die palmbomen erop. Past helemaal bij LA en mijn vakantie natuurlijk. Oh, hij ruikt ook echt super super lekker. Een beetje naar kokos en ananas. Zo ziet de bronzer eruit. Het lijkt alsof hij een glans heeft, maar dat is niet zo. Het is een matte bronzer. En ik ben er echt heel benieuwd naar. Dan heb ik ook nog wat gekocht van Fenty Beauty. Het is echt een duur merk, maar het is wel een heel mooi merk. En ik vind Rihanna ook een heel tof persoon. Dus ik dacht, nou, ik heb het er wel voor over. Ik ben gegaan voor de Kilowatt Highlighter. En dat is een lijn met highlighters die verschillende kleuren bevat. En ik ben gegaan voor de kleuren Lightning Dust en Fire Crystal. En dat vind ik dus ook zo leuk aan dit product. Dat er niet maar één highlighter in zit, maar dat je er meteen twee krijgt. Zo ziet de verpakking eruit. De welbekende achthoekige vorm in het wit. En op de achterkant zit de sticker met de kleurtjes. En ik heb hem stiekem op vakantie al eventjes geswatcht. Dus dat zie je een beetje. Maar zo zien dus de twee highlighters eruit. Ik vind ze er echt veelbelovend uitzien. Vooral deze, moet ik zeggen. Dit is de kleur Fire Crystal en dit is de kleur Lightning Dust. Wauw, echt heel erg mooi ziet het eruit. Dan heb ik ook nog een ander oogschaduwpalet gekocht. Ook eentje die ik al eigenlijk stiekem een beetje op mijn wishlist had staan, maar ik was er nog niet helemaal van overtuigd. Dat is het Huda Beauty Nude Eyeshadow Palette. Ik heb één oogschaduwpalet van Huda Beauty. Dat is ook meteen het enige product van dat merk in mijn stash. Dat is het Rose Gold Textured Eyeshadow Palette. En ik vind dat zo'n fijn oogschaduwpalet. Die oogschaduws zijn echt geweldig. Dat ik dacht, nou, ik wil deze gewoon per se hebben. Zo ziet de echte verpakking eruit. Maar kijk, zo ziet hij eruit. Hij is zo mooi. Echt wauw. Fantastische kleuren. Helemaal in mijn straatje. Dit zijn echt kleuren die ik dagelijks draag. En ik vind het natuurlijk heel erg leuk dat er hier ook van die textured eyeshadows in zitten. Want daar staat Huda Beauty inmiddels wel een beetje onbekend natuurlijk. En ik ben heel erg benieuwd of deze oogschaduws net zo fijn zijn als die uit het Rose Gold Textured Eyeshadow Palette. Dan heb ik ook nog gekocht de Chapstick in de geur Classic Cherry. Dit is natuurlijk de lippenbalsem in Amerika. Iedereen heeft Chapstick. En ik zag hem bij de kassa liggen en toen dacht ik, oké, dit wil ik. Ik heb hem nog niet gebruikt, hij zit nog dicht. Ik kan hem wel een keertje gaan gebruiken trouwens, want dit is natuurlijk niet echt iets waarmee ik moet afwachten totdat ik hem in een video ga laten zien. Maar goed, ja, die heb ik dus gekocht. Ik ga hem denk ik bewaren voor als mijn huidige lippenbalsem op is. Dan heb ik ook nog drie skincare-achtige dingetjes gekocht. Allereerst van Secret en dat is deze deodorant. En Secret is volgens mij echt het deodorantmerk in Amerika. Dit is de Honeydew deodorant en deze is zonder aluminium. En er staat op dat hij doorzichtig is en dat hij dus niet gaat afvegen aan je kleren. Afvegen, afgeven. Ik ben uiteindelijk voor deze geur gegaan omdat hij een beetje naar meloen ruikt, vind ik. En ik hou heel erg van de geur en smaak van meloen. Dus ja, ik ben super benieuwd naar deze deo. Ik hoop echt dat hij fantastisch gaat zijn. Dan heb ik ook een product gekocht dat ik al een keertje eerder heb gekocht. En wat ik ook al een keer eerder helemaal heb opgemaakt. Namelijk van Pixi. En dit is de Glow Tonic. Hier zit onder andere glycolzuur in. En het is dus een exfoliërende toner zonder dat er dus deeltjes in zitten. Als in
scrubdeeltjes of zo. Ik vond deze echt super fijn toen ik deze gebruikte. Dus ja, ik ben blij dat ik hem weer heb. En dan heb ik ook nog dit product gekocht. Dit is een mini. Die kwam ik tegen bij Sephora. Want de echte, de full size is echt zo belachelijk duur dat ik dacht, ja, kom op nou zeg. En toen zag ik dus dat er een mini van was. En toen dacht ik, ja, ik ga dit kopen. Het is van Farsali of Farsali. Ik weet nooit zo goed hoe ik het moet uitspreken. En dit product heb je echt de laatste tijd. Als je een beetje af en toe naar van die beauty meisjes kijkt. Of jongens op Instagram. Dan heb je dit sowieso voorbij zien komen. Dit is de Unicorn Essence. En het is het Skin Enhancing Antioxidant Serum. Het wordt heel veel gebruikt ook als primer voor onder make-up. Of dus als extra stap in de skincare. Zo ziet het flesje eruit. Dit is dus een mini wat ik al zei. En normaal gesproken is die wat groter. Ik vind hem er echt geweldig mooi uitzien. Ik heb er nog niks mee gedaan. Want daar wil ik echt even mee wachten totdat ik de video ga opnemen waarin ik al deze producten voor het eerst ga gebruiken. Maar het heeft een pipetje in ieder geval. En het is dus een beetje een ja, rozige gloed die er overheen zit. En dit schijnt dus echt helemaal geweldig te zijn. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Dan komen we nu aan bij het laatste gedeelte. En dat zijn alle lifestyle dingetjes die ik heb gekocht. Allereerst de stickers die ik heb gekocht bij de winkel Sticker Planet. Dat konden jullie ook zien in mijn vlog. Of misschien nog niet. Weet ik nog niet of die vlog al online is geweest. Maar dit is echt een fantastische winkel. Een winkel helemaal vol met stickers. En je kunt gewoon van de sticker rollen. Kun je gewoon een velletje afhalen. En dan hoor je uiteindelijk bij de kassa hoeveel het allemaal kost. Maar echt fantastisch vond ik die winkel. Allereerst heb ik een sticker gekocht van de Amerikaanse vlag. En deze heb ik dus zo los gekocht. En die wil ik heel erg graag gebruiken voor in mijn bullet journal. Dat leek me wel super leuk voor alles over mijn Amerika reis en zo. Dan heb ik ook nog deze gekocht. Die vind ik ook echt super, super grappig. Dit zijn allemaal van die tickets die je dan uit zo'n machine krijgt, weet je wel, in zo'n arcadehal. En er staat steeds iets anders op. En ik vind dat echt heel erg leuk. Ook voor op kaartjes bijvoorbeeld. Of voor in mijn bullet journal. Dan heb ik ook nog deze hartjes gekocht. Die vind ik ook echt heel schattig. Gewoon super simpel. Maar wel met leuke kleurtjes. Dit zijn een van de favoriete stickers die ik heb gekocht. In de waterverfstijl. En super super zomers. Met de meloentjes en de ijsjes. De ananas en de flamingo en zo. Echt heel erg schattig. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan heb ik ook nog deze gekocht. Die vind ik ook echt heel erg leuk voor als ik bijvoorbeeld een avondje film ga kijken. En ik schrijf daar iets over in mijn bullet journal. Dan kan ik deze popcorntjes erbij plakken. Hoe schattig zijn deze? En als we het toch over schattig hebben. Hoe schattig zijn deze ijsjes? Echt zo zo leuk. Met glittertjes erop ook nog. Echt heel erg leuk. En dan heb ik ook nog deze gekocht. Omdat ik orka's zo mooi vind. En walvissen en zo. En deze vind ik heel erg leuk. Omdat ze een beetje een galaxy-achtige print hebben. En tot slot heb ik dan ook nog. Heb ik dan ook nog deze stickertjes gekocht. En dit zijn ook een van mijn favorieten van die ik heb gekocht. Met telefoontjes en typemachientjes. Echt heel leuk. En dan heb ik maar liefst nog 4 kaarsen om aan jullie te laten zien. 4 heel bijzondere kaarsen, al zeg ik het zelf. Deze heb ik gekocht in een boekenwinkel in LA, in de stad zeg maar. En deze rook ik en ik moest meteen heel erg aan mijn opa denken. Mijn Duitse opa. Die rookte dus altijd de pijp. En dat vond ik altijd heel erg lekker ruiken. En hij droeg altijd de geur Old Spice. Het klassieke parfum zeg maar. En deze kaars die ruikt echt precies naar hoe mijn opa altijd rook. Naar en de pijp en de Old Spice. Echt een ja, perfecte mix daartussen gewoon. Het is de teakwood en tobacco. Ja, dit is echt zo lekker. Ik ben nou vergeten om deze aan mijn moeder te laten ruiken. Die was hier vandaag. Maar ik weet zeker dat zij ook vindt dat deze naar opa ruikt. Want dat was dus haar vader, zeg maar. Oh, echt heel erg lekker. En tot slot heb ik dan nog 3 kaarsen die alle 3 uit de winkel Bath & Body Works komen. Ik wilde heel graag een keertje naar die winkel toe. Jamila had me in december voor kerst al een aantal kaarsen van Bath & Body Works gegeven. En ik was meteen helemaal verliefd en ik snap meteen helemaal de hype rondom die winkel. Want ze hebben echt de meest fantastische geuren. En nu kon ik dus eindelijk in het echt een keertje al die geuren gaan ruiken.
Het was ook echt super, super moeilijk om een keuze te maken. Maar ik kon natuurlijk ook niet heel erg veel kaarsen mee terugnemen. Want kaarsen wegen nou eenmaal best wel veel. En ik had al best wel veel kledingstukken en zo bij me in eerste instantie. En ik mocht maar 23 kilo. Dus ik dacht, oké, nou ja, ik hou het bij 3 kaarsen. Ik heb allereerst een hele grote kaars gekocht. Dus hier zitten 3 lonten in. En deze heet Waikiki Beach Coconut. Dit is echt een super, super zomerse geur. Oh, het is zo lekker. Ik ga even kijken wat er allemaal in zit. Hij ziet er trouwens ook echt heel erg leuk uit, vind ik. Waar is de voorkant? Hier. Er zit in Tropical White Coconut, Saltwater Breezes en Sun Bleached Woods. En dan heb ik ook nog 2 van de medium grote kaarsen gekocht. Allereerst de geur Watermelon Lemonade. Zoals ik al zei, ben ik heel erg fan van de geur van meloen. En deze ruikt dus ook heel erg naar meloen. Ja, het is echt zo lekker. En dan met een beetje een citroenachtig fris tintje eraan. Dus niet te overdreven zoet. Dus dat vind ik heel erg lekker. En dan heb ik weer een hout kokosachtige geur. En dat is deze Mahogany Coconut. Hier zit in Creamy Coconut, Mahogany Woods en English Lavender. Dus er zit ook de geur van lavendel in. Ik hou echt zo van deze geuren allemaal. Ze zijn echt geweldig. Mocht je een keer in Amerika zijn, dan moet je echt naar die winkel als je ook van lekkere geuren en van kaarsen houdt. En dan zijn we er nu wel zo'n beetje doorheen. Dit is dus alles wat ik heb gekocht in Amerika op wat eten na, maar dat heb ik al opgegeten of heb ik achtergelaten in Amerika. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om te zien. Er komt dus nog een video waarin ik al mijn make-up producten die ik heb gekocht in Amerika ga testen. Die komt volgende week online. Vergeet je zeker niet te abonneren, zo blijf je ook op de hoogte van alle nieuwe video's. En nogmaals, ik zou het heel erg leuk vinden als je deze video een duimpje omhoog geeft. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!